Als je die vos tegenkomt daar in de duin, dan is het altijd een betovering. Ik lok hem met een muisgeroep. Hij kijkt nieuwsgierig om zich heen. En dan vlucht hij. Een echte wilde vos. Ik zoek vossen drollen. Om te kijken aan een drol kan je zien wat hij gegeten heeft van het weekend. Of die naar de Mac is geweest, of naar de Febo, of naar de Leverworst. Of misschien ook een eindje heeft gevangen. Rond de camping bij Ockenburg zitten een aantal vossen die zijn echt tam. Hier zit een moer met twee jongen. En die heeft zich dusdanig aangepast aan de welvaart dat hij heeft ervoor gekozen om te bedelen. En dat doet hij zelf op een behoorlijk opdringerige wijze. En mensen gaan voeren. Want het is, ja, ze zijn zinnig. De jonge vosjes die leerden vroeger jagen. Dat deden ze eerst spelenderwijs door prooien te pakken, maar dan speelden ze met elkaar. Later pakten ze dan een prooi. Nu volgen ze maar en ze zien hoe maar aan bedelen is. Dus deze jonge vosjes die leren niet hoe ze moeten jagen, die leren hoe ze moeten bedelen. En die leren hoe ze in de stad voedsel moeten zoeken. Dus die jongen van deze vosjes die worden nog tammer. Als je een vos ziet, niet voeren en laten we hopen dat hij dan snel het hazenpad kiest.